Wij hebben net een expositie geopend. Die zit. En het zijn allemaal stoelen die de cursisten hier hebben beschilderd. Eerst geschuurd en gegrond en toen mooi beschilderd. Oude stoelen allemaal, hè? Van de ondergang gered. Ja, ze stonden in de stromende regen bij het Noordic buiten. Er waren afdankertjes uit de kantine. Daar zijn dus mooie nieuwe stoelen. En die oude stoelen die zijn dus overbodig geworden. En Marius, de man van Anki, die zag ze staan en die heeft ze gered van de stort. Het zijn er heel wat, hè? Het zijn er ongeveer 50. Ja, heel veel. Ja. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Nou, heel variërend. De een kan het in 2 weken en de ander doet er echt 6 weken over, zeg maar. En de een gaat er thuis mee verder en de ander maakt het alleen hier op de cursus. Maar het is heel veel denkwerk en proberen en enthousiasme. Heel leuk. Ja. En dat doen jullie niet alleen voor eigen vreugd, maar voor een goed doel, hè? Vertel er eens wat over. Nou, het goede doel, dat is een weeshuis in Mai Thang, in Thailand, in het noorden, in de bergen. En Joop Rieven, die heeft het opgezet in 2008. En hij is er helemaal mee verbonden met dat weeshuis. Er zijn ongeveer 15 kinderen. En hij is daar nu fulltime, zeg maar, heeft alles opgegeven in Nederland en is alleen nu daar voor de kinderen daar. Ja. Voor een kinderthuis in Thailand. Maar hoe komt dat geld nou binnen? Want die stoelen moeten verkocht worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, deze stoelen worden niet verkocht, want de cursisten, was wel de opzet, maar de cursisten zijn er zo tevreden mee dat ze zelf willen houden. En dat ze dus hun stoel zelf kopen en het geld doneren voor het weeshuis. Anki, gaan er nog meer stoelen beschilderd worden? Er staan er nog een paar gereserveerd, maar de rest is allemaal op. En je hebt niet van plan, bent van plan om het in de toekomst verder uit te breiden? Nee, we hebben elke keer een ander project. En dit half jaar was het stoelen beschilderen. Nou ja, ik hoorde toch een heleboel mensen zeggen van, goh, zijn ze te koop, hè? Ja, als iemand ze heel mooi vindt en die wil een stoel en levert een stoel, dan zijn er best wel cursisten die iets moois van willen maken tegen betaling. Dus dan kunnen we nog meer doneren. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ja.